Goed verdedigd door Brama, maar dan speelt hij de bal te ver voor zich uit. Moet dan een sliding maken. Iets te hoog been, een overtreding dus van Brama. Muurtje staat van twee man bij PEC in de vijfde minuut. Is daar de vrije trap. En doelman Van der Hart zat ernaast in het duel met Zomer. Maar er was een gefloten voor buitenspel. Ja, Van Polen heeft pijn. In botsing gekomen met Van der Hart. Hier is Tarikada. De nieuwe man met een goede voorzet richting Weghorst. Weghorst staat al een tijd droog. Scoorde voor het laatst 7 november. En dit is goed geschoten. Uitstekend geschoten door Robin Gosens, de linksback. En nu blijkt dat Van Polen niet verder kan. Heeft de aanvoerdersband aan Marcellus gegeven. En dus al heel vroeg een wissel bij PEC. De ziekenboeg raakt voller en voller bij het elftal van Ron Jans. En onze cineast naar de kleedkamer. Becker is een vervanger. Darry. Heracles beter in het eerste kwartier. Darry met de actie. Dreigen. Brama verdedigt. Belhassani. Goed balletje binnendoor. Uitstekend. En nu Weghorst. Weghorst, daar is hij. Daar is hij. Staat al lang droog. En dit is een eerste kans. Echte spits. Bij de eerste paal. Maar kopt over het doel. Brama. Niet goed begrepen dat balletje. En dan wel hard gewerkt door Dekker. En dus heeft PEC de bal. Belhassani. Goed gelopen in de ruimte. Door Kada. Maar die verspeelt dan de bal simpel. En dus is hier Veldwijk. Daar is Becker. Becker. Becker zelf. Ja, waarom niet? Hoek is lastig. Zijn eerste actie als vervanger dus van Van Polen. Brama. Lam. Aardig balletje op Schenkenveld. Schenkenveld. Oh, is dat een strafschop? Schenkenveld gevloerd door Kada. Die speelt een ongelukkige wedstrijd. Die moet mee als rechtsbuiten van Heracles om te verdedigen. Kada. Daar maakt hij toch de overtreding op Schenkenveld. Licht tikkie. Maar die is totaal uit balans. Dat had een penalty moeten zijn voor PEC Zwolle. PEC vangt Heracles op eigen helft. Doet geen gekke dingen. Was te verwachten, deze tactiek. Pakt goed uit, vooralsnog. Heracles eigenlijk ongevaarlijk. Becker. Brama kijkt. Ja, menig misverstand met Schenkenveld. En zijn er twee man weg bij PEC aan die linkerkant. En dus kan Belhassani het balletje geven op Weghorst. Die moet dan scoren. Nee. Van der Hart goed uit zijn doel gekomen. Kada met de voorzet. Brama is de bal kwijt. Darry dan. Corner voor Heracles. Ja, hij weet het. Weghorst. Weghorst wil natuurlijk scoren. Had hij de bal een beetje moeten liften. Maar ook goed gekiept door Van der Hart. Marcellus. Nijland. Becker. Becker. Overtreding. En een pittige ook. Een gele kaart is daar voor Gosens. Die heeft het lastig tegen Becker. Sliding te laat. En terecht geel gegeven door Van Boekel. Forse tackle. Belhassani. Balletje breed. Menig heeft nog weinig goed kunnen doen. Weghorst. Nee, zegt Van Boekel. Niks aan de hand. Darry met de bal. Darry, hakje. Dat is goed. En dan is Weghorst daar niet. Ja, het is een licht vergrijp. Van Boekel gaf geen penalty aan PEC in de eerste helft. En hier gebeurt te weinig. Gaat te makkelijk liggen. Bruns.
Darry. Darry, binnendoor. Darry. Belhazzani. Belhazzani. Ja, dat is hem. Dat is hem. De man die eigenlijk al het hele seizoen in vorm is. Eindelijk weer een doelpunt voor Heracles in eigen huis. En dat wilde John Stegeman. De blunder, want zo mag je het noemen, van Rick Dekker. En daar profiteert Belhazzani van met een uitstekend schot in de verre hoek. Buiten bereik bij Van der Hart. De 1-0 voorsprong voor Heracles. Menig. Goed gegeven. Veldwijk. Te hard gegeven uiteindelijk. Maar toch ook geen controle bij Zomer. En dus is het een corner voor Peck. Hij weet het. Daar had hij misschien iets eerder bij gemoeten. Hoekschop van Nijland. Dekker, Nijland. Dat is aardig. En dan. Wat een kans zeg. Voor Lam. Peck moet wat initiatief nemen. Staat achter. Nog ruim 20 minuten. En Ziboué. Licht tikje van Bruns. Vrij trap Peck. Nijland. Kopbal. Ja, Veldwijk. Dat is toch een kans voor een spits. Dat realiseert hij zich nu al. Gonzalo Garcia. Daar gaat Navratil. Daar is Navratil. Navratil met 2-0 goed afgemaakt. Door de vleugelaanvallen van Peck die gepasseerd was voor deze wedstrijd. Door Kada, daar verwachtte men meer van. Maar dit doet hij toch uitstekend. En zo stelt Heracles de zege veilig in eigen huis. Het balletje binnendoor goed gegeven en Van der Hart geklopt met het balletje over hem heen. Maar vooral de assist van Gonzalo Garcia mag gewezen. Want het tikje van Navratil is dan voldoende om er 2-0 van te maken voor Heracles. Veldwijk. Geduwd tegen Veldwijk. Er valt wat voor te zeggen door Van Boekel. Vrije trap. Nijland met de vrije trap. Zomer lost dat eigenlijk goed op. Geeft een corner weg in de slotfase. Nijland. Castro, nee, die zit ernaast. Schenkenveld, dat is toch een vrije kopkans. De verdediger meegekomen bij die corner. Met eigenlijk een hele goede mogelijkheid voor Peck om er nog een wedstrijd van te maken in die slotfase. Gonzalo Garcia die uitstekend invalt. Gonzalo Garcia. Schot van Gozens nog. In de slotfase gepakt door Van der Hart. Maar Heracles wint uiteindelijk verdiend van Peck Zwolle. In een matige wedstrijd dat wel. Met 2-0.